Nederlands geven. Ja, welkom bij deze vrij lichte start van deze Hek Hotel zaterdag. Het is een niet heel erg zwaar technisch onderwerp, maar het is wel een leuk technisch onderwerp. Ik ga met jullie praten over wat netwerking waarheden, de festivaleditie. Er zijn een aantal hele mooie standaarden en protocollen die in het internet van tegenwoordig gebruikt worden. En die zijn vastgelegd in standaarden en protocollen. Dan weet iedereen wat je ongeveer kunt verwachten, want dat staat beschreven. Er zijn er ook een aantal hele mooie standaarden beschreven, de zogenaamde 1 april standaarden. Dat zijn onder andere IP over Avian Carrier. Dan kun je internetverkeer per post daar versturen. Een andere beroemde is het Hypertext Coffeepot Control Protocol over smart koffiemachines. Een standaard die het evil bit beseft. Dat is heel makkelijk, dat op het moment dat je kwaad wil doen, dan zet je een bepaald bitje en dan kunnen firewalls kunnen dat heel makkelijk weer uithalen. Dus het is keurig netjes beschreven. Ik zie ook niet waar dat mis kan gaan. Pack DHCP, oftewel je loopt een lokaal binnen, je pakt een wasknijper, daarop staat je IP-informatie en dan weet je precies wat je laptop moet zetten. En aan het einde van je lease hang je de wasknijper weer terug. Is in de praktijk getest, werkt fantastisch. Maar dat is niet waar ik het vandaag over ga hebben. Ik ga het vandaag hebben over RFC 1925, 12 Networking Truth. Als je erop zoekt, hij is gewoon vindbaar. Hij is ongeveer 2 pagina's groot, dus mocht het wat te snel gaan, dan kun je het prima bij gaan lezen. Het is een standaard die is geschreven in 1996. Hij is niet specifiek gelimiteerd tot netwerken. Ik denk dat heel veel van de zaken die hier voorbij komen, ze hebben een vrij grote netwerkinsteek, maar ze zijn op verrassend veel plekken bruikbaar. Een aantal van de uitbreidingen hierop, want sinds 1996 heeft de wereld niet stilgestaan, zeker niet in het festivalland. Dus er zijn wat uitbreidingen opgekomen, gebaseerd op eigen ervaring en ook observatie. Soms niet helemaal de bedoeling, maar dat komt later wel. Er is veel gebeurd sinds 1996. Goed. Dit is een beetje een setting of the scene, oftewel waar vindt het festival, waar ik de voorbeelden uit heb gehaald, waar is dat, heeft dat zich plaatsgevonden? Het evenement is Castle Fest, afgelopen jaar in Lisse. Ik zal even voor de mensen die het niet kennen, dat evenement. Wat hier links te zien is, is het de plattegrond van het terrein. Dus niet eens de camping erbij, maar puur het terrein. Met aan deze kant de ingang, een podium, bovenin nog een podium, hier nog een podium en dit is het complete terrein. Dit kleine grijze vierkantje hier in het midden, dit hele kleine grijze vierkantje, is het kasteel. Om even een idee te geven van de schaal van het festival en de schaal van de plattegrond. De plekken van de podia kom ik nog uitgebreid op terug, want daar heb ik nog wel wat over. Er zijn 3 podia die een keurig net programma hebben, keurig netjes op elkaar afgestemd. Als de ene aan het opbouwen is, is er een volgend podium blijft, zodat het publiek zich eigenlijk altijd wel kan amuseren op het festivalterrein. Het festival is meerdaags, duurt van een donderdagmiddagavond tot een vrijdag, een zaterdag en zondag. En dan is het weer tijd om af te gaan breken. Ik zelf ben iets langer op het terrein, pak me 3 weken, dus de build-up en teardown die neemt ook de nodige tijd in beslag. Dan komen we nu tot de netwerkwaarheden. De eerste netwerkwaarheid is, it has to work. Het moet altijd werken. Je weet wanneer het festival begint, je weet wanneer het festival eindigt. Voordat het begint moet het werken. En op het moment dat je het werk niet hebt op de laatste dag, dan heb je het eigenlijk voor niks gedaan. Wat er ook gebeurt, je moet goed voorbereiden, het moet altijd werken. De foto die ik hierbij heb gezet, dat heeft genoeg zweet en tranen gekost. Ik zal namelijk vertellen wat dit is. Naast elk podium staat ook een videoscreen. En het leek de organisatie een heel leuk idee dat als er een podium wordt omgebouwd van de ene artiest naar de andere artiest, dat op het videoscreen iets te zien is dat op een ander podium is. Maar dan heb je een driehoek een glasvezel voor nodig. Het is een raw videostream die dan gedeeld moet worden tussen die 3 podia. Ik heb net de schaal laten zien, daar zitten wat kilometer vezel tussen. Er is niets zo mooi dat als je door allemaal veldkasten en schakelpanelen een verbinding hebt gedenkt te bouwen op basis van glasvezel tussen het ene podium en het andere podium. Je zet er een testlampje op en dan zie je dit. Er is niets zo mooi dat je weet
dat uren die je hiervoor in hebt gestoken voor slechts één van die verbindingen en het werkt. Dit was nog voor aanvang van het festival ook. Het moet werken. De snelheid van het licht. Er zijn eigenlijk geen dingen die sneller kunnen. Volgens mij heeft Einstein daar wat slimme dingen over gezegd. En het uitgangspunt is, dat staat ook van, wat je je best doet, je kunt geen baby maken in 9 maanden. Er zijn projectmensen die denken, 1 vrouw, 9 maanden, 1 baby. Dus 9 vrouwen, 1 maand, 1 baby. Zo werkt het niet. Maar niet alle projectmanagers denken op dezelfde manier. Dus op het moment dat je er meer resources tegenaan gooit, maakt het misschien een beetje sneller. Het kan het ook langzamer maken. Maar de kansen zijn vrij groot dat het er niet sneller van gaat worden. Dat hangt vooral vanaf uit eigen ervaring welke resources je er tegenaan gooit. Als je er een blik experts tegen opentrekt die kunnen samenwerken, is dat echt het beste van het beste. Maar mensen die samenwerken zijn gek genoeg over het algemeen meer waard dan mensen die expert zijn. Want die noemen nog wel eens tegen wat oneenigheid hier en daar aan. Flying Pigs. Deze vond ik dusdanig mooi dat ik voor de rest wel op terugkom. Maar ik neem hem hier eventjes in het geheel met jullie door. With sufficient trust, pigs fly just fine. However, this is not necessarily a good idea. It's hard to be sure when they are going to land and it could be dangerous sitting under them as they fly overhead. Afgezien van de kinderboerderij hadden we bij Kassenvest geen varkentjes. Wel access points. Die vliegen slecht, kan ik jullie zeggen. Dit is een foto van de opbouw gedurende het festival de week ervoor backstage. Dit zijn de social media containers. Hier zitten de mensen die onder andere de tweets in de gaten houden, e-mails beantwoorden en dat soort dingen. En we hebben op het terrein redelijk wat leuke wifi dekking. Het terrein is best groot, maar dan nog kom je met 35 access points die we hadden best wel ver. Hoe je nog verder komt met een access point is je plaatst hem hoog. Dus we hadden op het dak hadden we 3 access points geplaatst. Bij de teardown is er een van die dingen, zag ik niet meer zitten in de afloop van het festival, die sprong van zijn takje af en die lazerde naar beneden op het asfalt. Gelukkig niet bovenop iemand. Die dingen wegen best veel, het is een metalen behuizing. Ik heb het niet getest, maar het zou mij niks verbazen dat hij het weer doet. Ik moet alleen even zorgvuldig gaan kijken waar ik hem weer in ga zetten. Dus vliegende varkens hadden we geen last van, vliegende access points, ja eentje dit jaar. Soms kun je pas echt gevoel hebben bij hoeveel tijd en moeite het kost om iets operationeel te houden als je er zelf wat mee te maken hebt gehad. Want het lijkt allemaal vrij simpel. Ik bedoel, wie kent niet internet? Nou, iedereen heeft het wel thuis, iedereen heeft het ook wel thuis op een bepaalde manier. En als het niet werkt, dan houdt dat magische plugje in de muur houdt op met werken of je wifi doet het niet meer. En soms is het verrassend eenvoudig voor iemand die net even iets verder ervan af staat om te zien waarom het niet werkt. Maar over het algemeen herken je dat pas op het moment dat je er iets meer van weet. Want dan je kunt gewoon hier langs rijden en zegt het zal wel en dan kom je ergens aan. Hé, mijn netwerk doet het niet. Het correleren van die twee vergt inzicht en ervaring. Over consolidation, te veel bij elkaar. Het is altijd mogelijk om meerdere verschillende problemen in één groot afhankelijk oplossing samen te vatten. En in de meeste gevallen is het een slecht idee. Ik zal een beetje achtergrondinformatie bij deze foto geven. In een van die portocamps die jullie zagen, daar zaten mensen te werken. Het was ook een van de plekken waar dus netwerk nodig was. Ik heb daar een schitterend mooi netwerk gemaakt en ik heb daarachter ook nog netwerk gemaakt met een mooie straalverbinding naartoe. Op een gegeven moment kreeg ik klachten van de partij die daarachter zaten, de mensen die daar aan het werk waren, dat ze geen netwerk meer hadden. Wat blijkt nou? Hier waren ze klaar met werken en zeiden, ja pak die PC's maar in, trek alles sterkste er maar uit en daar ging mijn netwerk. Dus over consolidatie, plug het er maar bij, het werkt toch wel, er is nog wat beschikbaar, kan ook hier en daar tot wat spanning en sensatie leiden. Problem avoidance. Het is makkelijk om een probleem te verplaatsen.
dan het ergens op te lossen. Dat is meestal een stukje moeilijker. Dus ik heb hier nu capaciteit tekort. Nou, prima, dan halen we wat capaciteit weg en dan zetten we het hierbij. En dan heb je je probleem opgelost. Maar het kan best zijn dat je dan daar een probleem van hebt gemaakt. Dat geldt voor wifi-dekking, dat geldt voor processing capacity, dat geldt voor heel veel van dit soort zaken. Dus het veranderen van ontwerpen is een manier om dit op te lossen, maar dan staan meestal de nodige resources voor nodig die je dan nodig hebt. Het is wel altijd mogelijk om een volgend niveau van indirection toe te passen. Oftewel, wat, je hebt hier nu capaciteitsprobleem, ja, die maar een ticket in. Je hebt 2 weken doorlooptijd en aan het eind van die 2 weken dan zeg je, nou prima, datgene wat ik hier had neergezet, dat pak ik dan op en dat zet ik dan hier weer terug. Wat, je hebt daar nu capaciteitsproblemen, die maar een ticket in. Het vinden van de problemen is soms kennelijk heel erg complex. De beste vraag die je dan kunt stellen is, wat is er veranderd? En uiteraard is er nooit ook meer iets veranderd. Het is altijd spontaan bovengekomen. En dan ga je wat verder zoeken en wat verder praten en wat verder vragen. En dus, oh ja, we hebben dat ook, maar dat heeft er toch niks mee te maken. Er zijn een paar mensen waarvan ik het aanneem dat als die zeggen dat er een netwerkprobleem is, dat er ook een netwerkprobleem is. Want de beste vraag die je dan kunt stellen is, waarom denk je dat? En de mensen die erover hebben nagedacht komen met, nou, omdat ik heb gezien dat, en dan moet je goed opgeletten, want dan volgende dingen die er misschien niet alles wat mee te maken hebben, maar die wel een stuk meer achtergrondinformatie geven dan, nee hoor, er is niks veranderd. Echt niet. Nooit. Nee, spanning is aangebleven. Ik heb niks geüpdate. Niet opnieuw opgestart. Er is geen vrachtwagen geweest die een kast uit de grond heeft gereden. Er is niets veranderd. Ik hoor herkenning. Altijd leuk. Er is altijd iets. Dit is een van de beroemdste onderdelen van FC 1925 die heel veel mensen herkennen. Good, fast, cheap. Pick any two. You can't have them all. En op het moment dat je me genoeg irriteert, dan heb je maar eentje. En je mag niet eens kiezen welke. Reken er maar op dat het niet goedkoop gaat worden. Zoals deze 6-0-switch. Het is altijd moeilijker dan je denkt. Ik had het net over die glasvezelring en hoe mooi het is dat het werkt, nog voor aanvang van het festival. Dit is een van de plekken, het meest linker podium op de plattegrond, waar ze onder andere dus die raw video stream hadden die ze onder andere het internet wilden sturen. Ik heb geteld, er zitten 8 verbindingen tussen deze kast en het hoofdpodium. Een deel in gebouwen, een deel in veldkasten. En dat is ook waarom het meerdere uren duurt voordat je ook maar één zo'n verbinding hebt opgebouwd. Het zit veel meer werk achter dan dat je vermoedt. Glasvezel ligt gelukkig voor een deel door in de grond. We rollen ook onze eigen rollen uit, daar kom ik zo meteen nog op terug. Afgezien dat glasvezel een vak apart is en we gelukkig met een aantal experts werken. Ik hoorde net al een bekende naam voorbij komen. Dat is een van onze glasvezel-experts. En onze onderhand heb ik genoeg met hem samengewerkt dat ik zelf ook kan faken dat ik er wat vanaf weet. Het is, uiteindelijk is het gaan werken. En je kunt niet allemaal alles maar gewoon van, kunnen jullie er niet gewoon extra vezel uitrollen? Een van de vezels die we hebben uitgerold, een deel maken we gebruik van de infrastructuur op het terrein, een deel rollen we zelf uit. Dat is ongeveer een meters hoge haspel en er zit maar 300 meter op. Dat is een goede vraag. Over het algemeen niet. De reden is heel simpel. Kosten en complexiteit. We hebben vaak nog wel plannen. Ik zal een wat relateerbare voorbeeld geven. Aggregaten. Er staan een aantal aggregaten op het terrein die voor de energievoorziening zorgen. En we hebben voor die 20 aggregaten volgens mij 1 reserveaggregaat. Weliswaar meestal wat kleiner. Om de eenvoudigheid dat hele grote jongens kun je niet met de manitou verplaatsen. De wat kleinere wel. En op heel veel plekken is het beter iets dan niets. En dan zeg je maar tegen de mensen die daar zitten van nee sorry, je kunt je volgens magnetron, een waterkoker en koffiezet niet tegelijk gebruiken. Regel maar wat anders of zet hem op een ander aggregaat. Op dat niveau valt het wel in te regelen. Qua netwerking,
Het merendeel van het glas ligt in de grond, dus dat is niet beschikbaar voor bezoekers of kwaadwillenden. De kans dat daar wat mis mee gaat gedurende het evenement, want het evenement is maar 3,5 dag. Dat is niet zo groot. En op het moment dat je heel veel geld uit moet geven om voldoende redundantie in te bouwen, dat is best lastig. We hebben wel wat redundantie. Het is een Cisco-based netwerk. De core switch is redundant, de wireless LAN-controllers zijn redundant. En ik heb een aantal reserve access points en een paar reserve access switches. En uiteraard wat optics hier en daar. Qua ontwerp is het meestal enkelvoudig. Pas op één plek is het redundant uitgevoerd. En zelfs dan hebben we wat contingency plans in place. Dat als er inderdaad een van die lange vezels stuk gaat, dan hebben we genoeg materiaal om iets verder uit te rollen. Maar houden dan wel rekening mee, zeker als het tijdens openingstijd is. Dat duurt een paar uur. Gaan we weer terug naar de allereerste slide die we gezien hebben. Het moet werken. Het is een afweging. Dus redundantie, ja, tot op zekere hoogte wel. Echt niet overal. De time, budget en ook ruimte constraints. Het merendeel van de netwerkspullen komt in één aanhanger en twee volgeladen auto's deze kant op. En die auto ligt dan best wel zwaar al in zijn vering, want het spul weegt al wat, vooral de UPS'en. Dit plaatje zal ik iets meer bij uitleggen. For all resources, whatever it is, you need more. Het is op deze foto wat lastig te zien, maar ik zal vertellen wat er te zien is. Dit is de regiecontainer bij het meest linker podium. Daar ging, behalve de glasvezels van het terrein zelf, heb ik ook een rol van 300 meter door het bush uitgerold. En volgens onze raming op basis van de plattegrond hadden we 290 meter nodig en we hadden 300 meter. Dus we hadden al wat slek ingebouwd. De glasvezel loopt tot hier. Hij moet naar de container. Dat scheelt op 300 meter, scheelt dat 5 meter. Even trekken. Jij werkt niet met glasvezel, hoor ik al wel. Even trekken. Nee, dat is beter van niet voor glasvezel. Nee, wat ik heb gedaan, ik heb een stukje teruggetrokken. Ik heb hem in een min of meer weatherproof container gelegd en ik heb hem verlengd. Het meest frustrerend was, kan ik jullie wel vertellen, bij de evaluatie na afloop. Want dan zag ik de floorplans volgend jaar. Ah, mooi, jullie hebben mijn verzoek om die container iets verder deze kant te zetten. Hebben jullie ingewilligd? Ze zeiden, nee, dat is de plattegrond voor dit jaar. Hij heeft iets te ver naar achter gezet. Dus dan hoor je bij de evaluatie dat je metingen absoluut correct waren en dat het ook had gewerkt. En dat iemand vond dat dat een betere plek was en dat je daardoor een paar uur werk extra had. One size never fits all. Het maakt niet uit hoe groot het is. Het maakt niet uit hoe klein het is. Dit is een van die veldkastjes waar ik het over heb. Daar zit vanuit het terrein zit daar een industriële switch in. En als het echt nodig is, dan past er nog een switch bij. Maar niet van harte. Dan moet je aardig gaan trucken met haakse spanningsconnectoren. Zorgvuldig zorgen dat de glasvezel die je hier aan wil sluiten niet al te veel licht nodig heeft, want hij maakt een vrij sterk bochtje. Als het nodig is, dit past. Dit hebben we werkend gehad. Maar het houdt niet over. Nieuwe ideeën. Elk oud idee gaat nog een keertje opnieuw, met een nieuw naampje of een nieuw gedachtegang, opnieuw voorgesteld worden. Kun je niet gewoon, en dan zeg je, nee, dat heb ik de vorige keer ook gelegd, dat werkt niet omdat, ja, maar dit nu is het anders. Nou, oké, vertel me hoe het anders is en dan is het bijna nooit anders. Dit is, wat we hier zien, is dezelfde regiecontainer met een hele mooie verbinding erop. Deze regiecontainer is voorzien van een glasvezelverbinding. Maar verderop hadden we ook nog wat dekking nodig. Dus dan hebben we een straalverbinding op die mast gezet om nog weer een klein stukje verder te gaan. Maar je kunt niet alles met glasvezel doen. Onder andere vanwege kosten, onder andere vanwege, ja, heeft het überhaupt nut? Voor die livestream en de streaming video heeft het absoluut nut. Want als een raw video stream, die gaat helaas niet over ethernet. Dat had mijn werk een stuk makkelijker gemaakt. Dat is gewoon raw video stream. Maar goed, achter zitten daar de experts, die weten daar alles van. Er is mij enkel verteld, we hebben gewoon een stukje dark fiber nodig van het ene terrein van de kant van het terrein naar de andere kant van het terrein. Die regelt maar. Oké, dan hebben wij het inderdaad weten te regelen met de nodige uitstapjes.
Even teruggekomen naar de schaal van het festival. Ik heb net een plattegrond laten zien van het evenement zelf. Als we hier nu links kijken, dan is dat de festivalcamping. Ja, zo dicht op elkaar stond het daar echt. We zaten net niet vol, maar je kunt het niet helemaal vol plannen. Want op het moment dat je het van tevoren vol plant, dan, we kennen allemaal Murphy, dan weet je dat je opeens ruimte tekort komt. Maar zo vol stond het dus op een gegeven moment op de festivalcamping. De foto rechts zet ik erbij, omdat ze het verdienen. Dat zijn alle vrijwilligers die de technische dienst van het festival vormen. Wateraanvoer, waterafvoer, gas, elektra en netwerk. Dit zijn alle mensen die dat onderdeel van het festival mogelijk maken. Het ontwerpen van een protocol, een standaard, is best lastig. Gelukkig heb je daar standaard bodies voor die goed nadenken, allemaal experts bij elkaar zetten. En de regel is meestal in protocol ontwerpen. Je hebt pas een niveau van perfectie bereikt, niet wanneer er niks is om toe te voegen, maar wanneer er niks is om weg te laten. Mijn aanvulling erop is, tot die tijd moet je doen met wat je hebt. Neem voldoende reserveonderdelen mee, de redundantie, wat als er wat gebeurt, etc. En bereid je voor op alles. Links is de aanhanger waar ik het over had, als een van de onderdelen van de spullen die we hebben meegenomen. Daar zit ook ergens, ik weet niet precies wat die ligt, een kettingzaag tussen. Die gaat al heel erg lang mee. Ik moet jullie vertellen, er is nog geen jaar geweest dat we de kettingzaag niet nodig hebben gehad. De foto rechts is de aankomstdag van de pre-opbouw. Dus pak een beetje 2,5 week voor het festival. Toen besloot een boom, het was schitterend weer, maar het blijft dan gewoon een landgoed. Besloot een boom, het is nu even mooi geweest. En die is voor 3/4 naar beneden gekomen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De auto had een krasje op de motorkap. En de aanhanger worst nog niet koud het terrein op of we hadden hem al nodig. Dus. Nee, er is niks met de glasvezel gebeurd. Nee, die was toen niet eens uitgepakt. Dat was al de aankomst. Ja, die was toen meegekomen inderdaad, ja. Bereid je voor op alles. Zorg ervoor dat je voorbereid bent. Neem reserve spul mee. En het maakt niet zo gek uit. Als je denkt dat het van pas komt en je hebt er ruimte voor, neem het gewoon mee. Dan zijn er wat... Dit waren de 12 standaarden die onderdeel uitmaken van de RFC. Dus ik heb zelf nog wat andere toevoegingen erbij. En dat is onder andere dat de wereld om ons heen verandert. Ik heb al verteld, sinds 1996 is er het nodige gebeurd in de wereld. Dus er zijn wat standaarden, wat extra's bijgekomen. En een van die requirements change. Vroeger als je verstand had van glasvezel, dan had je voldoende voor de rest van je leven. Tegenwoordig heb je ook nog iets meer kennis nodig, met name als netwerker. Dus wat programmeerkennis hier en daar. Onder Python is inderdaad dus iets wat standaard ook bij het kennisvlak begint te horen. Ik ben er nog niet zo heel erg handig in, maar het begint te komen. Dus requirements change. Dus dat wil zeggen dat we spullen die je meeneemt en oplossingen die je bouwt ook veranderen. Automation is not always the right solution. Ik weet dat ik dat tegen het totaal verkeerd publiek zeg. Automatisering is niet altijd het antwoord. Ik zal een voorbeeld geven. Je hebt een uitdaging en dat wil je oplossen. Dan vind je een scriptje op het internet en dat doet wat je wil. En dan zeg je, ja, auto-update het scriptje maar. En dan is de vraag, doet dat scriptje over een jaar nog steeds wat je wil? Doet hij niet andere dingen die je niet wil? Hoe weet je wat je automatiseert? En het antwoord is meestal, pas als je weet wat je automatiseert, kun je het automatiseren. Om het jezelf makkelijker te maken en niet om het onzichtbaarder te maken. Want vaak als het dan misgaat, sta je 3-0 achter in je troubleshooting. En zoals gebruikelijk, dit is ook een heel mooi voorbeeld van there's always an appropriate XKCD. En dit vond ik een hele mooie om hierbij te zetten. Proper preparations. De rechter setup ben ik, die onder andere nog wat DOA-testen doet. Kijk of de spullentest nog wat heeft doorgekomen. En kijk hoe de configuratie ook weer in elkaar zat. Voor mij was het ook 2 jaar geleden sinds ik voor het laatst een evenementje had gedraaid. En links is de voorbereiding van onze grote vriend. Die zegt van nou, ik heb een koelkast en een bier en wat reservekabel. En ik ben er klaar voor. Voorbereidingen komen in soorten en maten.
sommige werkzaamheden moet je overlaten aan de experts. Behalve dan dat er gelukkig een aantal vaste gebouwen op het terrein zijn met glasvezel. Zijn er ook een aantal facilitaire voorzieningen op het terrein, zoals een riool. Op het moment dat dat verstopt raakt, wil ik me er niet mee bezig hoeven houden. En daar heb ik dan de spullen net weer niet voor bij me. Gelukkig zijn er experts, die kun je inhuren, die komen langs. Het is gelukkig nog tijdens de opbouw, dus gedurende het festival hadden we geen enkel probleem met de riolering. Maar sommige dingen moet je overlaten aan de experts. Dat geldt voor alles en iedereen. Timing is everything. Tijdens de opbouw zijn er dagelijks bijpraatsessies geweest in een livestream die je van verschillende delen van het podium hebt gezien. Ik zie iemand knikken, je hebt ze gevolgd. Dan heb je deze waarschijnlijk voorbij zien komen. Dit is op het podium, het dichtste bij, dit is de Village State, dus het podium helemaal rechts op de kaart. En daar zie je dus Mark en Femke, die vormen dan voeren een goed gesprek over de line-up die ze hebben gedaan en dat soort dingen. Op een gegeven moment zag je Femke achterom kijken, want die hoorde wat. Dit was om 1:08 s'avonds. En laten we heel eerlijk zijn, zo'n opbouw is stressvol. Voor mij heb ik geen dag minder dan 12 of 14 uur gemaakt tijdens de opbouw. Het is hard werken. Dus ook om 8 uur s'avonds worden er nog dingen gedaan. En dan heb je geen zin om te wachten tot de livestream klaar is. Dus dit zijn twee man die op een hoofdwerk een klusje hadden bij de ingang. Dus wat doen die dan? Die rijden gewoon over het trein, want ze zijn bezig met werk. De man in de regiekamer had het gezien. En die had dus 1 camera op het podium en 1 camera die naar het podium keek. Die zag en hoorde hem aankomen, want zijn regiekamer zat hier pal naast. En die heeft dus die livestream dusdanig in de regiekamer gezet dat die hoogwerker van links naar rechts door het beeld is gereden. Timing is everything. Dus ik heb een fotootje van mijn scherm gemaakt, in de groep gegooid en jullie hebben de livestream gehaald. Die livestream is sowieso hilarisch, zeker als je de comments ernaast leest. Dat lees je onder andere, is er ook wifi op Kalsevest? Nee joh, er is nooit wifi geweest. Er is al 8 jaar wifi op Kalsevest. Geweld. Soms heb je meer geweld nodig. Er was mij verteld dat alle veldkasten open waren, zodat ik mijn glasvezeltracés kon bouwen. Deze klemde wat, dacht ik. Maar blijkt nou, als je hier goed kijkt, dan zie je dat deze helemaal niet open was gezet. Maar ik heb hem wel open gekregen. En soms heb je te veel geweld. Dit is gelukkig niet mijn aansluitsnoer. Maar je heeft wel iets meer pijn gezien dan dat strikt noodzakelijk de bedoeling is. En dit soort dingen zijn over het algemeen vragen om moeilijkheden op het gebied van troubleshooting. Op het gebied van, hey, net deed hij het nog, waarom nou niet meer? Nou, dat komt omdat een keer iemand schuin gekeken heeft naar je verbinding. Daarom doet hij het nu niet meer. Vooraf, jullie zagen het bij de voorbereiding, had ik alle apparatuur netjes schoongemaakt. Het had een tijdje in de opslag staan. Naar de hand, het is hier wat lastig te zien. Het was grijs van het stof. Het was schitterend weer. Maar het heeft nauwelijks geregend en de apparatuur heeft binnengestaan en kwam stoffig terug. Ik kon daarna weer opnieuw beginnen. Inclusief telefoon sanitizer. Bonuspunten voor degene die de koorts heeft. Niemand? Nee. Soms hoort vuur er gewoon bij. En soms is het optioneel. In een van de containers die we geleegd hebben gekregen, kregen we op een gegeven moment een telefoontje. Het ruikt hier raar en ik zag net rook. En ik kan die en die niet bereiken. Ik heb toen een portooproep gedaan, ben op de fiets gesprongen en was daar 2 minuten later. Er stond 8 man BHV met 2 blussers. Het was een keurige responstijd en uiteindelijk bleek dit de boosdoener. Het was niet helemaal aangeroepen volgens het protocol, maar het effect was absoluut daar. Dus soms wordt vuur er gewoon bij. Soms is het optioneel. Wat je hier rechts ziet, ik zal niet te veel namen noemen. Name and shaming hoeft dan weer niet. Dit is een vlammenwerper, dat hoorde bij een van de acts. De foto is genomen op een zondagochtend voor openingstijden. En je ziet er een aantal man van de organisatie met worstjes klaarstaan. Soms is het geen verplichting, soms is het optioneel. En de laatste toevoeging is,
Zorg ervoor dat je plezier hebt in je werk. Heb trots in je werk. Ondersteun de juiste doelen. Soms moet je wat creatief zijn. We hebben een aardpen nodig. We hebben niks meer. Ja, die grondboer hebben we de rest van het evenement toch niet meer nodig. Ja, je moet je kabels oprollen. Op het moment dat ik nog een keertje iemand dit zie doen met mijn kabels, ik sta niet voor mezelf in. Kabel hoort netjes opgerold te zijn als je er nog gebruik van wil maken. En natuurlijk support cable management. Je maakt onderdeel uit van een team. Dat team, die teamsfoto die ik net liet zien, die liet ik niet voor niets zien. Dat is een vrij goed, vrij hecht team dat ook al jarenlang terugkomt. Maar we zijn niet het enige team. We zijn afhankelijk van heel veel andere teams. Een mooi voorbeeld is altijd het team interne catering. Wij regelen dat hun apparatuur goed werkt en zij zorgen voor fantastisch eten voor ons. Het is een wisselwerking. Je bent onderdeel van een team. Samenwerking binnen het team en buiten het team hoort er gewoon bij. En als er alles al bekeken is en het is niks anders, dan is het waarschijnlijk DNS. Ik heb geen idee hoe ik zit qua tijd, maar dit is het einde van dit begin van de zaterdagochtend van Hacker Hotel deze presentatie. Zijn er vragen? Ik heb een beetje het idee dat daar wat kasvestgangers zitten. Ik heb deze ook één keer eerder gegeven op ETHNU. En met name de mensen die dit soort dingen organiseren, die zeggen dat ja, inderdaad, dit is gewoon overal hetzelfde, het is herkenbaar. Ja. Dus wel, je hebt de festivaleditie. Ja. Daar ben ik pak een beetje 20 jaar netwerkingenieur en dan meer aan de bedrijfsmatige kant. Maar alles wat je schetst, ook voor toepassing, die kant van de business. Klopt. Ja, ja, leuk. Vroeg me af, want je bent heel veel met glasvezel op het trein. Een tijdje geweest in de industrie dat er wat zaken waren rondom FreeSpace Optics, laserverbindingen. Is dat iets wat jullie wel eens gebruiken of is dat totaal niet aan de orde? Nooit meegedaan eigenlijk. Meestal rollen we ons eigen glas uit en de optics die erin zitten is allemaal single mode glas. Dus, ja, je doet hem in een switch en dan heb je wat. Ja. Verder? Ja? Nee, hiervoor. Moderne apparatuur, maar hebben jullie ooit bijvoorbeeld die wasknijper DSP gebruikt of iets anders hiervoor? Of is dat het al gewoon dit soort netwerk in geweest? Het ontwerp dat we hier draaien is een opvolger van het netwerk van het jaar ervoor en een opvolger van het netwerk daarvoor. Oftewel, we hebben één keer een goed netwerk gebouwd en daar doen we kleine verbeteringen. Okay. Dat soort dingen is misschien hartstikke leuk voor de technische setups, maar zelfs hier in Hacker Hotel zie ik wasknijper DSP niet gebeuren. Ja, de wintereditie van Kasvest, daar leen ik ook wat apparatuur in uit. En Keltvest doe ik ook hier en daar wat met netwerken. Dus dat doe ik al best wel een tijdje. Ik ben vrijwilliger sinds Kasvest 1. Dus ik ken het terrein, ik ken de mensen en ik ken ook het netwerken. Nou, wel, in het kader van de tijd ook wil ik jullie geweldig bedanken voor jullie aandacht. Mochten jullie nog vragen hebben, ik loop hier de rest van het evenement nog rond. Dus schiet me gerust aan als je verder nog wat wil weten.